Ik vind dat mensen niet zo moeten zeuren en moeten overdrijven. Het stelt gereed voor. Iedereen zit op social media en doet van alles. Je deelt alles met iedereen. En dan is dit ineens een probleem. Ik moet heel eerlijk toegeven dat ik hem nog niet heb gedownload. De coronamelder-app. Dat kan sinds 10 oktober. Vorige week werd bekend dat zo'n 3,2 miljoen mensen de app al hadden gedownload. Ik ben heel benieuwd hoe dat hier op de campus zit. Nee, eigenlijk helemaal niet nog. Nee, die heb ik nog niet gedownload. Het is wel voorbij gekomen, maar ik heb het nog niet bekeken. Ik ben was eigenlijk te druk met het studeren van mijn toets om daarmee bezig te gaan. Ja, zeker. Ja. En vertel, waarom heb je hem gedownload? Ik werk in de supermarkt en het is best wel handig om te weten als je erg bent geweest of je in de buurt bent geweest met mensen met corona. Ja, ik heb hem gedownload. Mijn moeder vroeg ernaar, dus dat ik het moest doen. En nu heb ik hem op mobiel staan. Ik vind het alleen irritant dat Bluetooth altijd aan moet staan. Dat vind ik, ja, dan gaat mijn batterij zo snel leeg. Ik zie zoveel mensen ook op mijn werk en zo. De kans dat ik dan een corona-appje krijg is vrij groot. En dan moet ik 2 weken thuis zitten misschien. En dan, ja, dat is niet zo handig. Maar je moeder die appte, wat zei ze dan? Vertel. Ja, jongens, gewoon allemaal doen en dan help je mee. En nou, doe het maar. Dus nou, waarom niet? Ben je blij dat de app er is? Ja, maakt mij niks uit. Ik ben zeer volgzaam in deze, dus ik download het met plezier. Wel wat te laten, maar hey, beter laat dan nooit. Ergens vind ik het ook wel een beetje iets privacygevoeligs of zo. Ja, waar ben je bang voor dan? Tegenwoordig als je corona hebt, word je bijna aangekeken alsof je lepra hebt. Waarom niet? Als het helpt, doe maar gewoon lekker. Ja. Met privacy, ja, het zal wel. Ja, het zal wel. Je hebt zoveel apps staan die je microfoon vragen en je dit en je dat. Dus nou, kan het er wel bij. Ja, als echt mensen in mijn omgeving hem gaan downloaden, dan misschien zou ik het dan ook wel doen, maar... Zolang het zeg maar een beetje ver van me afstaat, dan hou ik het denk ik zo. Zou jij de app gaan downloaden of niet? Enerzijds wel, omdat ik het toch wel belangrijk vind voor veiligheid voor mezelf en anderen. Maar aan de andere kant denk ik ja, ook weer niet. Omdat het denk ik niet heel veel toegevoegde waarde heeft.